Stoppels loopt een stuk achter op Emmen als het gaat om het halen van punten. Emmen heeft 7 punten uit de laatste 3 wedstrijden. Het schot op goal is ook namens Emmen. Dit is Desley Ubbink, het vangen van Mike Haverkotte. Emmen valt aan, Stoppels op 12 plaatsen lager staat, maar nog wel een wedstrijd moet inhalen. 3 oktober. Moet verdedigen. Hier de bal terug van Kelvin McIntosh. Daar had Haverkotte op gerekend. Emmen, vroeg hij hier aanvalt, krijgt juist zo ontzettend veel goals tegen. 12, maar heeft er wel 15 gemaakt. En dat is aanzienlijk. Domineert ook in deze wedstrijd tegen het elftal van Brood. En hier had de beloning toch moeten volgen. Ja, Joey Konings kijkt wat verdwaasd om zich heen. Omdat hij zelf ook wel het idee heeft deze had moeten zitten. Kijk, oog in oog met Haverkotte. Maar Haverkotte krijgt hulp uit de onverwachte hoek. Namelijk van de lat. En zo leeft Stoppels nog. Bij Emmen komen er eigenlijk steeds meer middenvelders beschikbaar. Waardoor Grim een steeds sterker elftal kan opstellen. En deze Joey Konings is nu een van die middenvelders. Een bal in een baan om de aarde. En dit is wel heel amateuristisch. Daar kun je als scheidsrechter toch niet lopen, verwacht je. Dat was een speler, Jeff Hardeveld, die daar een enorm schot in gedachten had. Maar ja, daar liep de scheidsrechter in de weg. En Grim kan dan zijn frustratie niet onder stoelen of banken steken. En zo heeft Emmen echt wel kansen gehad om de score te openen. Langzaam maar zeker is Stoppels van de eerste adem bekomen. Sterker nog, we gaan richting de rust. Uiteindelijk komt het elftal van Brood ook een beetje in de buurt. Kopbal van Allemers, de Belg. Hier Pavlidis. Is er nog scorend voor AZ. Zijn broertje zit hier op de bank. Bij Stoppels. 2 Griekse spelers op de bank. Net na rust. Ja, Top heeft van Ruud Brood horen gekregen. Laat maar eens wat zien. Gewoon alle schoon van je af. Grat Dame is dan de eerste die daarin slaagt. Maar de bal in de handen van Jan Hoekstra. Ja, daar is Top toch weer. En hier zegt Eichelsheim, er is weinig aan de hand. Ja, Brood heeft dat natuurlijk anders gezien. Er is geen VAR. Om hier de zaak nog even langs lijntjes te leggen. We moeten het doen dus met de waarneming van Eichelsheim. Het leek alsof er toch wel iets aan de hand was. Hier Emmen. Met Konings maar weer eens. Ja, kopbal. Hij komt er wel. Maar het scoren is lastig deze avond. Nu was het ook een middenvelder, Pata. Die hem in elk geval lastig vindt. Ruimtes op het middenveld. Niet echt lekker weggewerkt. En hier de volgende kans voor Emmen. Haverkotte. Die toch al zoveel te doen krijgt. Is sta in de weg voor Emmen. Nu voor Rui Mendes. De Portugees. Emmen heeft zich weer wat herpakt met wat frisse spelers aan boord. En deze ook maar weer eens van Jari Vlak, de aanvoerder. Op het aluminium. 2 keer dus al het aluminium geraakt. En dan is de man in het geel degene die opgelucht kan ademhalen. En zo blijft het dus eigenlijk hier in het Brabantse land erg lang 0-0. Hier weer Haverkotte. Het schot uit de tweede lijn van Desley Ubbink. En hij wordt wat ongeduldig. Weet ook dat het elftal makkelijk goals tegenkrijgt. Dan zul je toch altijd 2 of 3 doelpunten per wedstrijd moeten maken. De kansen zijn er voldoende geweest. En daar is de Griek Doumtsios. Hij is ingevallen inmiddels. Voor Hernandez. El Messaoudi is ingevallen bij Emmen. 4 minuten geleden voor Konings. En dat is een wissel waar Grim geen spijt van heeft. Want kijk wat er gebeurt. Pasicek is de man in de combinatie. En dan zit hij erin via Haverkotte, dat wel. Maar ja, hij zit gewoon. En dan is Emmen op voorsprong. Hier is Doumtsios. Doumtsios richting Hoekstra. Wat doet Hoekstra? Wat doet Doumtsios? Maar vooral, wat doet Eichelsheim? Eichelsheim geeft geel aan de Griek voor een schwalbe. Geen penalty. Het levert publieke verontwaardiging op. Hij nog even met Pavlidis in een gesprek in het Grieks. En zij, niet zij, maar andere delen van het publiek, gooien bier. De wedstrijd moet worden gestaakt. Uiteindelijk gaan we dan verder.
En gaat Top Os op zoek naar uiteindelijk toch die treffer. Maar die komt er niet omdat Hoekstra hier de reddende engel is. Inzet is van Doemtsiers. En zij hebben het gevoel dat er nog wel een klein wondertje in de lucht hangt. En dat Top Os, net als veel ploegen in de keukenkampioendivisie, de bal langs Hoekstra moeten kunnen krijgen. Het scheelt niet eens zoveel. Het schot is uit de tweede lijn van Grabdaan. Extra tijd. En weer gaat hij via over de achterlijn. Grabdaan gaat de hoekschop nog nemen. Zit in de 93ste minuut. De alarmfase 1 natuurlijk. Zelfs de keeper is mee naar voren. Mike Haverkotten scoorde ooit in het tweede van ADO Den Haag tegen Willem II. Moet dat nu achterwege laten.